Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Westland. Fijn dat u weer meedoet en meeluistert naar het dagelijks woord. Wij lezen Esther 4 vanaf vers 10. Toen sprak Esther tot Hathach en gaf hem de opdracht tegen Mordechai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder, man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof, en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt. Dan zal hij in leven blijven en wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. Ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet, drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg. En hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We willen een ogenblik nadenken over een paar woordjes uit vers 16. Waar staat: en vast voor mij, en vast voor mij. Broeders en zusters, aangrijpend is het bericht dat door de uilbode van de koning de wereld wordt ingebracht. Alle Joden moeten worden omgebracht, van jong tot oud, klein en groot. Op 13:12 zijn ze vogelvrij en mag hun bezit geplunderd worden. Wie dat bericht hoort en de geschiedenis aan zich voorbij laat trekken, die denkt zomaar aan wat er gebeurt in de Tweede Wereldoorlog. Hitler was ook uit op de totale vernietiging van de Joden. Velen werden omgebracht in gaskamers of kwamen om door in concentratiekampen, door ontbering en ziekte. Huizen werden leeggeroofd. Diepgaande haat tegen het Joodse volk komt ook vandaag volop voor de dag, nu er al een vol jaar oorlog wordt gevoerd in het Joodse land met alle ellende van dien. En we houden tegelijkertijd ons hart vast, wat gaat er nog allemaal komen? De dreiging is zo groot. Als Mordechai over de wet van de koning hoort, komt hij in actie. Hij moet contact zien te krijgen met Esther, want daar ligt de sleutel. Als zij nu toch eens naar de koning gaat, als Esther het bericht van haar oom ontvangt, gaat ze niet meteen overstag. Ze laat weten: je kunt niet zomaar de troonzaal van de koning binnenlopen. Alleen als hij je de gouden scepter toereikt, dan mag je spreken. Maar anders, ongevraagd de troonzaal binnenlopen kan zomaar je dood betekenen. Josephus schrijft over mannen met bijlen die in de zaal waar de koning was, klaar stonden om toe te slaan. Op een enkel sein deden ze hun werk. En, zegt Esther, al een maand lang heeft de koning niet naar mij omgekeken. Duidelijk verhaal. Toch laat Mordechai er niet bij zitten. Esther, verbeeld je maar niks. Als andere Joden worden omgebracht, dan ontspring jij niet de dans, ook al woon je in het koninklijk paleis. Bovendien, als jij nu niets doet, dan zal er vanuit een andere plaats verlossing komen en word jij gestraft. Komt hier het geloof van Mordechai voor de dag, beseft hij dat zijn volk Gods volk is en dat God waakt over zijn volk, dat het nooit ten onder zal gaan, omdat God Israël als een schat bij zich geborgen houdt, zoals de psalmist dat onder woorden brengt. In ieder geval, Esther wordt zo op andere gedachten gebracht. En ze besluit om naar de koning te gaan. Dapper en vastberaden als ze is. Daarmee houdt de verantwoordelijkheid van Mordechai niet op.
Want het is opvallend dat nu Esther de opdrachten gaat geven. Ze zegt dat Mordechai de Joden moet verzamelen en moet gaan vasten. Ook zelf zal Esther met haar dienaressen vasten. Waarom wordt er gevast? Vasten gebeurt in tijden van rouw. Niet eten en niet drinken. Is Esther en zijn de Joden in rouw? We lezen ook in vers 3 dat er gevast wordt en dat er grote rouw is wanneer de ernstige boodschap binnenkomt dat de Joden zullen worden omgebracht. Is het nu weer een vaste vanwege rouw? Ongetwijfeld heeft dat meegespeeld. En toch is dat niet het enige, want dan zou Esther niet veel verwacht hebben van haar bezoek aan de koning. Het vasten heeft ook te maken met gebed. Eten en drinken laten staan om met de nood naar de Here te gaan. Om de Here te smeken om verlossing en uitkomst. Je komt dat in de Bijbel vaker tegen. Ik denk aan David die vast om te kunnen smeken om het behoud van zijn kind dat geboren is. Uit die relatie met Bathsheba. Of Nineveh dat vast, zodat het oordeel dat Jona heeft aangekondigd niet zal plaatsvinden. En Joël roept op om te vasten om verlost te worden van de sprinkhanenplaag. Hier is er ook een vaste om met God te spreken en de nood van Israël voor te houden. En te bidden om een zegen over de gang van Esther naar de koning. Wat een zegen als je in tijd van nood omringd wordt door anderen die met je bidden. Mensen in je familiekring, in je vriendenkring, in de gemeente. Gebed als er een operatie voor de deur staat. Gebed als het leven van iemand op het spel staat. Gebed ook als geestelijk gezien het leven van iemand op het spel staat. Om met anderen de hemel te bestormen en God te vragen om verlossing, om uitkomst, om behoud, om bekering. Met anderen bidden, ook als het in je eigen geloofsleven donker is, als God zo ver weg is, als je afvraagt hoe komt het goed tussen God en mij, betrek anderen bij het gebed, mensen die heel dicht bij je staan. Paulus getuigt later ook in de Filippenzenbrief dat Euodia en Syntyche met hem gestreden hebben in het evangelie en het is niet gek om daarbij in ieder geval aan het gebed te denken, gestreden in het gebed. Op het gebed doet de Heere grote wonderen. Op het gebed geeft de Heere zo verrassend uitkomst. Nee, dat zie je niet altijd meteen. Het wordt niet altijd meteen duidelijk hoe het gaat en hoe het loopt. Esther moet de troonzaal in. Ze gaat. In afhankelijkheid. In zelfopoffering. Kom ik om, dan kom ik om. Al kost het haar leven, ze zal gaan. Het doet mij denken aan de Heer Jezus die in de hemelse troonzaal zit en bidt voor u en mij. Nee, God de Vader is niet zo grillig als Ahasveros. Het heeft Christus wel zijn leven gekost, omdat u en ik zondige mensen zijn. Maar vanwege het offer dat hij heeft gebracht, kunnen u en ik voor God verschijnen. Ja, hij bidt voor ons. En het is vanwege het gebed van de Heer Jezus dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van de genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden op het juiste tijdstip. Christus bidt ons zalig. Christus gebed maakt ons gebed vol, af, compleet. Christus' voorbeden is voor ons het leven, het eeuwige leven. Zo worden het geladen woorden, als wij met anderen onze handen vouwen, de hemel bestormen en tenslotte zeggen, om Jezus wil. Amen. Laten wij bidden en danken. Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord. En wij bidden u, Heere, wilt u mensen geven om ons heen die met ons bidden, die met ons smeken en pleiten
op uw belofte en zo de nood voor u neerleggen. Onze persoonlijke nood, de nood in de families, de nood in de gemeente, de nood in onze samenleving, de nood in de wereld. En zo komen we ook bij u, Heer, om u te bidden voor uw volk Israël met alles wat er gaande is. O God, wilt u uitkomst geven? Uitkomst boven bidden en denken. Wilt u vrede geven voor Israël en de volkeren? Wilt u zich ontfermen? Heere, u weet in welke omstandigheden wij ons bevinden. Wij dragen elkaar aan u op. U kent hen die ons lief en dierbaar zijn. Wij bidden voor hen. We danken u, Heere, dat de Heer Jezus de biddende hoge priester is. En dat we onze gebeden mogen neerleggen in zijn handen. Biddende handen, handen met daarin de littekens van het lijden. Hij is de gekruisigde en opgestane Heere en zo bidt hij. En wij pleiten daar ook op, ook in dit gebed. Hoor ons, om Jezus wil. Amen.